Ja, maar ik ben een vriend van eenden. Ik ben ja, maar die kan gewoon pakken en mee naar huis nemen. Ja, oh, jij zegt opeten. Kan. Ja, maar jij wel. Nee, ik ga niet in eenden opeten. Maar je mag hem gewoon houden. Ja, mag gewoon, nou, je mag gewoon naar een eend toe lopen en hem gewoon oppakken. En hem gewoon meenemen. En als iemand zegt, hey, doe eens niet. Zeg je, wat is het jouw eend dan? Dit is mijn eend. Op het moment dat jij claimt dat het jouw eend is, is het namelijk jouw eend. Is het, ja, dit, nou ja, ja, nou ja. Een vlaggetje erin steken. Als iemand zegt, wat doe je? Zeg je, is het jouw eend? Nee, het is mijn eend. Ja, het is niet jouw eend, vriend. Moet je met ik zou wel eens een loopeend willen. Zo'n grote loopeend. Een grote loopeend? Ja, die kan niet vies. Ik ben niet zo'n vieze kut. Ja, man. Ja, die loopeend is gaaf. Een grote loopeend? Zoek maar op, witte loopeend. Ja, ik ken iemand die ze heeft. In Wageningen. Ja, en de gewone eend is een kut. Dat zijn vieze smerige verkrachters. Oh, dat is ook een mooie keer in de lente. Of dat hebben ze jonkies. Dat is echt grappig. Ik ben er wel eens geweest. Grote loopeend? Grote witte loopeend. Oh, man. Lopen dat die dan, joh. De hele dag lopen. En die kunnen niet vliegen. Ja, lopen. Als je een stukje gras hebt, dan kennen ze over je gras in de hele dag. Die blijven in je tuin. Kerel, wat de fuck is dit, jongen? Een loopeend. En dat heeft daar geen vleugels of zo? Ja, kleintjes. Maar die zijn wit, die zie je niet goed. Camouflage. Ja, ja. In de sneeuw kan je ze nog wel eens kwijtraken. En zo'n witte eend met van die dingen, dat is wel episch. Lachen. Dat is wel leuk. Maar niet zo'n vijver eend. Niet? Dat zijn verkrachtende bastards. Ja, die eenden die hebben toch zo'n kurkpenis. En als die eenmaal genesteld is in een vrouwtje, dan komt die niet zomaar meer los. Ja, maar dan niet alleen. Die eenden, die verdelen hun tijden in de dag. Kijk, met eten zoeken en neuken. En daar zijn ze ongeveer in de natuur, zijn ze daar zeg maar 80% van de tijd bezig. Ja, slapen ook een klein stukje. Verder 80% van de tijd zijn ze bezig met eten zoeken. En wat overblijft... Dobberen doen ze ook wel. Ja, maar overblijven gaan ze neuken. Maar nou worden ze overal in die... Ik zie niet zo vaak neukende eenden, hoor. Nee, nou bij de flat op de Torbekker staan. Misschien komt er weer erbij was, dat ze gewoon jou zijn. Maar ik heb het onderzocht. Jij was vaak neukende eenden? Ja, doordat eenden... Iets als hij omschrijft, hij zegt 80%... Van die mannetjes die dan bovenop zo'n vrouwtje duiken met z'n allen. Maar doordat eenden nou overal gevoerd worden... Maar dat is toch wel de plaats waar je woont dan? Of in de buurt waar je zit? Ik heb al eenden groepsverkrachtingen meegemaakt. Juist. En doordat ene steeds meer gevoerd worden, de oude omaatjes met kleinkinderen, hoeven ze geen tijd meer te besteden aan het zoeken van eten. Ze hebben 80% over om te neuken. Die zijn de hele dag bronzig. Oh, eenden bij mij in de buurt zijn gewoon hele gebalanceerde dieren. Gebalanceerde dieren? Die zitten gewoon in een nette omgeving. Nee, ik ben met Peter, ze duiken. Natuurlijk, ja, die zijn er ook. Je hebt de rotte vlekken, natuurlijk, overal heb je rotte die vlekken. Die hebben overhand hoor. Merk. Maar, nee, dat is niet waar. Ja. Dat is niet waar. Chemisch castreren, dan moet je ze bij eenden. Maar nee. Kijk, je hebt zeg maar eenden, een penis is een kurkentrekker, zeg maar. Weet je wel? En dus die kurken trekt zichzelf in zo'n vrouwtje en dan komt hij er niet meer uit, weet je wel? Dus dan is het zo... Dat is ook echt een barbaas. Dan hangt hij zeg maar... Dat zijn de beesten die hij verdedigt iedere dag, hè? En maar dan hangt... Ja, maar dit is genetisch gemodificeerd door de mens. Nee. Maar zo'n vrouwtje, gaat dan met die vleugels slaan, zo van, oh shit, ik word weer eens geneukt, weet je wel? En dan die man die hangt er dan een beetje met zijn penis aan vast, zeg maar. Het is liefdeloze seks. Dat is, er komt geen liefde bij kijken. Ja. Maar, hoe weet je dat? Dat zie je aan alles, jongen. Ik kan het eigenlijk moeilijk verdedigen. Wat is een brok agressie als je het ziet? Hebben ze echt zo'n penis? Wat? Ja. Is dat 100%. Nee, sir. Een wokkel. Nee, een kurkentrekker. Een kurkentrekker. Die je vast draait. En voordat ik dit ga opzoeken, wil ik even iets leuks zeggen. Want je hebt dus ook, zeg maar, kurkentrekkers met zo'n eend erbovenop. Weet je wel? Dat is extra. En dan is de kurkentrekker zelf, weet je wel? Staat zo bij van When You Know. Ik wil het echt geen eens weten. Jawel, dat is leuk, dierenfeitjes. Ja, mijn hele beeld van de eend stort nu in. Duck penis is corkscrew shaped. Ja, de corkscrew. Ja, dit is een... Daar zie je hem zitten. Gadverdamme. Nou, dat ga ik nog wel even... Het is echt een kurkentrekker, Mick. Ja? Ik zie echt, precies exact hetzelfde. Waar zit hij aan? Ze hebben de kurkentrekker uitgevonden. Waarschijnlijk voor de kurkentrekker zitten ze een eend op je fluffwijn. Maar ik ga morgen even terugkijken met mijn vergrootglasfunctie op Windows. En dan zie je het. Dan kun je een flesje Chardonnay onderzetten. Maar het is wel een kleintje, want ik zie hem niet zitten. Ik zie die eend wel, maar ik zie geen keuken. Zie je dat stukje poep achteruit? Ik zat te hopen dat een keuteltje was. Nee, dat is een keuken. Dat is zijn penis. Nee! Dat is een eendenpenis. Ja, heeft hij zijn penis daar? Ja, waar je dan verwacht niet. Is het met op zijn borst of zo. Ja, ja. Ik ben heel haftig zo. Hij zit... Een vrij normale plek waar ze achterpoten hadden moeten zitten. En dat zitten ze... Dus ook geen eend?
Of wel? Ja. Is jij wel zo'n eend? Een eend achter. Alle eenden hebben. Ja, maar dit is, al die eenden zitten zo in elkaar. Nee, ik probeer wat te redden. Er is niks te redden. Het is vies gewoon verkrachtende beest. Het doel van die eendenpenis is dus om zich vast te lokken in dat vrouwtje, weet je wel. Dus dat is echt, als eenmaal zo'n eend beet heeft bij zo'n vrouwtje, dan is het gewoon, dan is het binnen. Dan hoeft hij alleen nog maar even zijn zaad te verspreiden. Komt ze niet meer van hem af. En, het is een gangrape van een jaren. Ja. En dan gaan er soms 20 overheen. Hè? Ja, allemaal met zo'n, kurkentrekker penis. Dierenrijk, jongen. Fascinerend. Ja.